Hallo, ik ben Anita. Ik werk bij Margriet. Superleuke baan, maar ook super druk. Vandaag ben ik lekker een dagje vrij en ik heb een vriendin al een hele tijd niet gezien. Dus mijn truc is altijd even iets bakken in de oven, goede koffie erbij. Dan heb ik ze zo allemaal in binnen. Koffie en worteltaart komt helemaal goed. En nu moet ik het nog even waarmaken natuurlijk, dus aan de slag. 185 ml zonnebloemolie, 280 gram donkerbruine bastardsuiker, eitje erdoor. Dan doe ik de bloem, 200 gram, 5 theelepels bakpoeder, 2 theelepels kaneel en 1 theelepel gemberpoeder. En een snufje zout, hè. Geen worteltaart zonder wortel natuurlijk. 300 gram. Toch best veel groente nog. Nog wat pekannoten. 55 minuten. Nou, kan ik nog wel even een kopje koffie, toch? Zo, klaar. De finishing touch. Ik maak er gewoon even een filterkoffieapparaat van, jongens. Echt? Smaakt net zoals mijn filterkoffie thuis. Ja, goed toch? Heerlijk. Nou. Zo, meiden. Worteltaart. Oh, wow. Zo, nou heerlijk altijd die meiden, maar ook een beetje mijn vrije dag. Dus nu nog even een kopje voor mezelf. Yeah.